Dat is de volgende. Oh! Wel een beetje verdedigen, hè, mevrouw Hendricks. Oh, er komt meer vaart in. En dan geef je hem terug aan mij. Voorzet. Hop. Ja! Vandaag stap ik in clubgenoten in de Oosterbeekse hockeywereld uit de jaren 70. En er hoort deze prachtige foto bij, want er werd nog destijds op echt gras gespeeld. Mooi, hè? Marjesse hier is operatieassistente, maar echte passie ligt op de golfbaan. Dit is Tanja. Zij was destijds goede vriendinnen met onze hoofdgast. En onze hoofdgast is Irene Hendricks. En het lijkt een beetje gewoon te worden in clubgenoten, want ook zij won in Los Angeles een Olympische gouden medaille. En vandaag breng ik haar en haar oude hockeyvriendinnen weer bij elkaar. Irene was gewoon een heel getalenteerd iemand. Die kon zo een paar man voorbij en dat ging er allemaal heel makkelijk af. Dus het was echt beter dan de rest. Een ontzettend leuke spring in het veld. Supersnel, heel gedreven en heel talentvol. Helemaal in het begin zag je dat ze iets extra's had. Iets anders wat de anderen niet hadden. Echt, ja, wat je noemt talent. Ze passeerde iedereen. Ze was heel snel, heel behendig met de bal. Ze was natuurlijk jonger dan de helft van het team. En dat viel gewoon op. Ze was gewoon echt lekker snel en goed technisch. Binnen de kortste keren was ze iedereen voorbij en stond ze voor het doel. Ze was snel, ze had conditie, ze was technisch. Ze kon hard slaan. Ze kon alles eigenlijk, vergeleken bij ons. Dit, Irene, is de Mixed Hockey Club Oosterbeek. De plek waar jij je carrière bent begonnen. Bent geëindigd, waar je nog steeds hockeytraining geeft. Wat betekent deze club voor jou? Ja, eigenlijk dat ik deze vereniging echt in mijn hart heb. Als ik dat terughaal in mijn herinnering, was ik gewoon een onbevangen blij kind wat hier in één keer een spelletje kon gaan doen waar ik vreselijk veel plezier in had. Want ik weet dat ik met mijn vader hier precies langs deze, bij dit veld, langs de lijn stond. En ik stond naar mijn zus te kijken en toen zei ik, pap, dat wil ik nou graag doen. Ja, zegt hij, maar dan moet je eerst het tennisseizoen afmaken en dan pas mag je gaan hockeyen. Want we hadden 5 kinderen, dus ja, dat kon natuurlijk niet. Dat kon niet allemaal. En daar had ik helemaal vrede mee. Ja, het spelletje lag me. En wat ook heel fijn is, het is een familieclub. En toen de tijd, die betrokkenheid en die warmte die daarvan uitging. Ja, dat was super. Het eerste team, zeg maar, waar jij in hebt gespeeld, tenminste, hè, in Dames 1. Een mix eigenlijk tussen jonge meisjes uit de A1 en dames die wat ouder waren en er al wat langer in zaten. Werkte dat? Dat werkt uitstekend. Dat heb ik ook erg meegenomen in de rest van mijn leven. Dat het heel belangrijk is dat er mensen zijn die op de plek zijn, die ervaring hebben. En die als het ware de jonkies kunnen opvangen en wegwijs kunnen maken hoe het binnen zo'n team ruilt en zeilt. Ja. Ben je uiteindelijk ook aan de sherry gegaan? Nee. Oh. Nee, ik ben niet aan de sherry gegaan. Nee, ik heb het wel geproefd en ik vond er eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Ik vond er niet zoveel aan. Wellicht dat er vanavond wel sherry aan te pas oh, ja? komt of een ander lekker alcoholisch drankje. Ja, jullie hebben Vind je het leuk om ze weer te zien straks? Ja, ik kijk er zeker naar uit, ja. Ja, absoluut. Irene Hendricks wordt in 1958 in Belgisch Congo geboren. Vanaf haar 5e groeit ze op in Oosterbeek en begint ze met tennisles. Maar via haar zus raakt ze bij MHC Oosterbeek aan het hockeyen. En daar blijkt ze talent voor te hebben. Zowel met de B1, de A1 en het eerste damesteam wordt ze kampioen. En rond haar 18e verruilt Hendricks Oosterbeek voor het Arnhemse Upward.
Op haar 20e debuteert Irene in het Nederlands elftal en wordt meteen wereldkampioen. Tijdens haar 85 interlands wint ze nog 2 keer een WK. En als hoogtepunt verovert Hendricks in 1984 in Los Angeles een gouden Olympische medaille. Irene Hendricks gaat aanslaan. En ik ben benieuwd of Fieke Boekhorst beter in vorm is dan in de eerste wedstrijd. Een uitstekende klap, 1-1. Ze slaat raak en wat is ze daar blij mee? Naast het hockey heeft Irene inmiddels een praktijk als holistisch massagetherapeut. Straks de reunie met je oude teammaatjes, maar ik wil je eerst wat filmpjes laten zien. Agnes Otte, wat voor een band had je destijds met haar? Ik ben ouder dan Agnes. En ik heb Agnes eigenlijk ook een beetje onder moeder gehad. Agnes Otte is binnenhuisarchitect. Ze vindt het heerlijk om gebouwen om te toveren tot ruimtes die functioneel zijn en waar mensen zich op hun gemak voelen. Zo deed ze onder meer de inrichting van een oogkliniek in Amsterdam. Ik kom zelf uit een bouwfamilie, helemaal uit Oosterbeek dus ook. Ik ben echt in de bouw opgegroeid. Dus dat is er wel mee gelinkt. Het mooie vind ik dat het ook een combinatie is, dat je gewoon altijd met mensen bezig bent. En dat vind ik ook het belangrijke van het alleen werken. Want ik heb ook wel bij andere bureaus gewerkt en er waren dan accountmanagers die de gesprekken met de klant moesten doen. Die moesten dan aan de ontwerper gaan vertellen wat de klant wilde. Nou, dat werkte voor mij niet. Ik moet zelf horen, voelen, kijken hoe iemand reageert als je iets zegt, zodat je daar je ontwerp op kan baseren. Nou, het geeft gewoon ook voldoening om mensen een passende omgeving te geven waar ze prettig in werken. Of in dit geval waar ze prettig ontvangen worden, waar de klant zich prettig voelt en op zijn gemak. Dat vind ik wel heel belangrijk. Het zijn de kleuren, de materialen. Het is natuurlijk ook het hele ontwerp. Ga je ronde dingen ontwerpen of maak je vierkante dingen? Ja, dat is allemaal belangrijk voor je gevoel ook. Agnes was de kleinste van het stel bij het hockey. Ze bewaart er leuke herinneringen aan. Irene die kon het allemaal heel goed en ik moest het altijd van mijn inzet hebben. Maar Irene had duidelijk de techniek en die had alles mee. Ja, ik werd natuurlijk altijd als kleine ding gezien. Ik geloof dat ze me lieveheersbeestje noemde toen de tijd, omdat ik overal tussendoor kroop. Ik was natuurlijk klein en wendbaar. Ik was altijd al klein en is nooit veranderd. Dus, en ik was jong. Ik was de jongste, denk ik, van het team. Ondanks haar voorliefde voor een mooi en functioneel interieur, is er thuis nauwelijks mee bezig. En mensen verwachten ook als ze bij je binnenkomen van, nou, het is wel heel mooi. Maar ja, bij de timmerman thuis hangt de deur ook scheef, zeg ik dan. Natuurlijk, ik zie te veel mooie spullen om het elke keer te veranderen. Dus ik heb echt niet de allerlaatste hippe spullen in mijn huis staan. Want dan zou ik ook elk jaar mijn inrichting moeten veranderen. Dat gebeurt gewoon niet. Ik moet ook praktisch blijven. En dat ben ik ook. Ik ben niet iemand die zich verliest in hele mooie designs, maar wat moet je ermee? Ik ben wel iemand die praktisch blijft en het moet functioneel en werkbaar zijn. Dat vind ik altijd ook wel heel belangrijk. Maar de prikkel om er wat moois van te maken is er altijd wel, ja. Mooi om te zien, hè? Ja? Ja, ik wist dat ze in dit vak door is gegaan. En ze is creatief. Ze is ook echt iemand die doorzet. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. En dat praktische, dat spreekt mij ook aan natuurlijk. Ja. Dat herken ik ook in mezelf. En dat doorzetten zat er dus vroeger ook al in, bij het hokje. Dat zat er bij het hokje ook in, hoor. Ja. Nee, wat dat betreft heb ik echt respect voor haar hockeycarrière. Is ze verder veel veranderd? Nee. Nee? Nee, ouder geworden. Ja. Een ander kapsel, maar het is nog steeds Agnes. Ja, zoals Agnes ook wel ken. Dit is mijn praktijkruimte. Althans, dit gedeelte is mijn kantoor. Dit is een herdenkingspenning van 84 Los Angeles. Waar jullie goud hebben gehaald. Waar we goud hebben gehaald. Dit is een penning van de Hockeybond. Die daar ook aan refereert. Dit is een penning van Den Haag. Stad Den Haag als erkenning voor het feit dat we Olympisch goud hadden gehad in 1984. En waar is dan de gouden medaille?
De gouden medaille. Je bent heel warm, Carrie. Je bent heel warm. Je hoeft maar één stap naar voren. En dan mag je over je rechterschouder heen wegkijken. Daar zie je hem. Irene Hendricks staat klaar. De Australische speelsters staan echt op sprintsnelheid, want die willen natuurlijk niet nog een doelpunt tegen krijgen. Dat krijgen ze wel, want Boekhorst slaat hem gewoon keihard langs Keepster Island en ook langs de lijnverdedigster Pamela Klossop. Het is 2-0 voor Nederland. Nou ja, ja. Waarom hangt hij daar nou gewoon zo en ligt hij niet op dit mooie altaarkastje? Omdat voor mij hij absoluut waarde heeft. Hè? Ja. Dus ook emotionele waarde. En wat het ook allemaal teweeg heeft gebracht. En hoe vaak kijk je ernaar? Zal ik je heel eerlijk zeggen? Ja. Heel weinig. Ja? Het is net als een schilderij. Die kun je in je kamer hebben hangen. En er zijn maar van die momenten dat het even oplicht. Oh ja. Het Nederlandse publiek dat aftelde op de tribunes de laatste seconde van de wedstrijd. En dan... En dan natuurlijk champagne. We hebben het natuurlijk nu al heel lang over de Olympische Spelen, maar ja. Kijk, jij masseert hier ook. Ja. Nou, zullen we daar even naartoe gaan? Ja, dat is goed. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ja. Je gaat het ook op mij uitproberen. Ik ga het op jou. Nou, niet zozeer uitproberen, nee. Maar ik wil jou heel graag het ook laten ervaren. Ja. Het is holistische massage. Maar ja, heel veel mensen zeggen, wat is dat, hè? Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Heb jij enig idee? Nee. Nee? Geen idee. Wat zou je ervan willen weten? Nou, wat het brengt. Wat het anders is dan fysiotherapie, eigenlijk. Mm-hmm. Dat is een hele goede opmerking. Je zegt wat het brengt, hè? We zijn natuurlijk altijd resultaatgericht, oplossingsgericht. En dat is dit dus niet. Dit is dus echt het jezelf mogen ervaren in het nu. Van wat voel ik allemaal? Of wat denk ik allemaal? Waar ben ik mee bezig? En dat, daar gewoon naar kijken. En niet zozeer, ik wil het veranderen. Maar dat in jezelf mogen waarnemen. En dan voelen wat het bij jouzelf teweeg brengt. Dus het is meer dan alleen het lijfelijke eigenlijk. De lijfelijke klachtjes. Ja, precies. Precies. Wat daar wezenlijk in is, is wel dat het lichaam hebben we wel nodig, hè? Ik vind het wel goed. Ja. Ik vind het al best wel ontspannen eigenlijk. En wat is goed voor jou? Wat is goed voor jou? Wat voor mij goed is, een beetje ontspanning is wel goed. Met welke intentie ga je op de stoel zitten? Laat ik daar maar eens beginnen. Intentie. Ja. Beetje rust krijgen in het lijf. Beetje rust krijgen? Ja. Oké. Wat is je intentie? Ja. Ja. Beetje meer genieten van wat ik doe in plaats van altijd maar doorrennen. Just cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mom will cut my hair at night. And in the morning, I'm short of my identity. Waarom heb jij zelf deze stap gezet om dit te gaan doen? Het was een samenballing van twee dingen. Er veranderde heel veel in de fysiotherapie. En gedurende de fysiotherapie die me veel gebracht heeft, want ik ben ook, en dat is echt een gelukkige tijd geweest voor mij, merkte ik ook dat ik me niet zelf meer kon vinden in de fysiotherapie. En ik wist alleen nog niet waar dat precies over ging in mezelf. En wat bleek nou uiteindelijk, is dat het ook een samenballing was met mezelf, bij mezelf thuiskomen. Dus het was ook eigenlijk een soort persoonlijke crisis. En had het ook mee te maken dat je dan vanuit een topsportcarrière, je bent op je 38e gestopt met hockeyen. Ja. Dat dan ook stopt en dat je dan eigenlijk een nieuwe invulling aan je leven gaat geven? Nee, het is wel een bewuste keus geweest om het actieve hockey te laten. Maar als je mij verteld had wat er allemaal in die jaren daarna zou gebeuren, had ik het misschien niet eens zo direct gedaan. Het was een bewuste, onbewuste stap. Bewust was dat ik wist dat ik ging stoppen met het hockey, dat ik er wel klaar mee was, dat ik afgerond had voor mezelf in het actieve stuk. En het onbewuste was meer van, er gaat hier iets, er is nu tijd voor mijzelf. Iemand anders uit jouw team was Tanja. Jullie waren echt hockeyvriendinnen, toch? Ja, ja, ja.
Ja, dat klopt. Want wij zijn samen van de A1 officieel naar de dames gegaan. En Tanja was wel heel speciaal voor mij in die periode. Ja, we ontmoeten ook elkaar buiten het hokje. En later ook. En daarna ben ik er zo'n beetje tijdens mijn studietijd of zo ben ik er ook wel uit het oog verloren. Maar, jammer? Ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Maar ik weet dat er een band is. En dat voel ik gewoon. Ze kan niet komen, maar ze heeft wel wat achtergelaten voor je. Onder andere deze hele mooie kaart. Daar staat een kleine boodschap in. En ze heeft een brief voor je geschreven. Lieve Irene, de voorkant van de kaart zegt het al. Jij bent iemand die eruit springt. Dat geldt voor jou als hockeyster, maar ook als mens. Jij sprong er voor mij uit. Zoveel jaren samen in hetzelfde team, waar we moeiteloos elkaar vonden. Jij vanaf de buitenkant en ik als binnenspeelster of als mid-four. Jij altijd vrolijk, lekker giebelen, fanatiek en vooral heel erg aardig. We zijn samen van meisjes B naar meisjes A en vervolgens naar de dames gegaan. Die laatste stap waren we niet blij mee. We hadden niks met die dames. Ze wilden ons bij dames 1, maar daar voelden we niets voor. Dus werd het zaterdags meisjes A en zondags onder een andere naam dames 1. Dat werd tevens ons laatste jaar. Jij werd te groot voor hockeyclub Oosterbeek en vertrok naar Upward. Op weg naar al je successen. Wat geweldig was dat. Ik stopte definitief met de sport. Als ik terugkijk op 10 jaar hockey, herinner ik me bovenal mijn hockeyvriendinnetje Irene. Liefst Tanja. Ja, geweldig. Ja, dat is echt wel heel mooi. Ja, want het is inderdaad dat wat zij nog eventjes in herinnering brengt, is inderdaad dat wij van B naar A zijn gegaan. En dat ik inderdaad ook gevraagd werd voor die dames. Maar dat heb ik al verteld, dat ik met niks kon vinden in die dames. Zeker niet sherry drinkende dames. En dat ik inderdaad gevraagd had of Tanja ook alsjeblieft mee kon. En dat klopt, we hebben ook inderdaad heel veel plezier gehad met elkaar. En ook steun bij elkaar gevonden. Terwijl eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de dames die er toen waren ons prima hebben opgevangen, hoor. Dus daar is niks mis mee, dat is echt fantastisch. En ik vind het ook heel fijn dat ze het op deze wijze ook heeft iets van zich heeft laten horen. En, ja. Ja, voor mij was ze ook het hockeyvriendinnetje van Oosterbeek. Dat balgevoel verlies je niet, hè? Nee, helemaal niet. Beweging ook. Een beetje dreigen. En de bal eigenlijk op je stok kijken en dat talent heb jij. Oog-handcoördinatie, dat is de volgende. Oh. Wel een beetje verdedigen, hè, mevrouw Hendricks? Oh, er komt meer vaart in. Kan ik lopen maar, lopen! Kom! En dan? En dan geef je hem terug aan mij. Voorzet. Hop. Ja! Wat heeft die Olympische gouden medaille jou persoonlijk gebracht? Ja, wat me gebracht heeft, is dat, dat ik veel meer ben gaan zien dat ik eigenlijk genoot van de weg ernaartoe. En de plak op zichzelf niet voor mij meer waarde heeft dan welke andere prestatie die dan ook ik in mijn leven zou doen. Dus ik heb hem nooit hoger geplaatst dan mijn WK of mijn EK of überhaupt een andere prestatie in het leven dan ook. Maar de buitenwereld doet dat natuurlijk wel. Ja. Ze draaien Olympisch goud, ja. Ben je Irene Hendricks gouden medaillewinnares. Ja, dan ben je de Olympisch kampioen, ja. En dan kan je er in een status gaan schieten. En dat is ook wel gebeurd, dat gaf ook wel wat verkramping. Aan mijn kant. Maar tegelijkertijd heeft het me ook geholpen om in te zien van ja, blijf alsjeblieft toch jezelf en zoek liever jezelf dan dat je in de buitenwereld gaat zoeken. Alle highs en highlights die eromheen zitten. Maar blijf het gewoon in alle eenvoud rondom jezelf zoeken.
Irene Hendricks, op maat. De stop is goed. Het afschuiven uitstekend, dan is Kim Island ver weg en is op de lijn Pamela Kloss op geklopt. Dat is Van Weilers. En jij was strafcornerspecialist. Ja. Kun je me dat eens laten zien hoe dat werkt? Ja, dan moet ik me wel hardlopen, Carrie, want dan moet ik me aangeven, dan moet er iemand stoppen en dan moet er iemand slaan. Maar gaat het alleen over het aangeven? Ja, maar ik wil eigenlijk dan wat wel nemen eigenlijk. Jij wil hem nemen? Ja. Okay. Kan ik hem niet zelf stoppen en dan slaan? Dat kan, dat kan. Ja, okay. Ja, nee, dat is best mogelijk. Ja. En je stik achter de bal. En je let op de lijn waar je naartoe gaat, maar dan niet meer. Dan is het deze beweging. Je trekt hem en je duwt hem weg. En dan komt hij aan, zie je? Ik hoef helemaal niks te doen. Je was niet zo... Mooi! Is er nou veel veranderd in hockey? Er is heel veel veranderd. Ja? Wij speelden op gras. Ja, je bent gewoon op. Je hebt die overgang meegemaakt van gras naar kunstgras. Ja, wij hadden de buitenspelregel nog. We hadden ook nog vaste wissels. Vroeger waren dat er maar twee. Dus als je gewisseld was, was je er ook uit. We speelden in de eerste tijd nog op linnen schoenen, hockeyschoenen. Dus wij sopten gewoon in onze schoenen, maar dan gingen we ook gewoon door. Warming up, wat was een warming up, kenden we ook niet. We renden gewoon het veld op vanaf onze fietsjes. Maar het is wel leuk dat je zo'n ontwikkeling hebt meegemaakt in de sport, absoluut, of niet? Absoluut. Ja. En wat ik ook daardoor ook leuk vond in die cyclus, wat iedereen zei van nou, dan zijn jullie nu al 24 jaar of 25 jaar Olympisch kampioen. Ik vind, toen ze nu, hè, dat goud wat ze dus haalden, misschien, dat klopt helemaal. Want het hockey is zo veranderd, zo geëvolueerd. En zo werd dus in het stadion het Nederlands hockeyteam aangemeld als de winnaar van de gouden medaille in het hockeytoernooi van de dames. Je team zit inmiddels klaar, Irene. Vind je het spannend? Echt waar? Irene? Echt waar? Ja? Nou, ik kan niet wachten. Maar ik wil nog één klein filmpje met jou bekijken. Die gaat over Marjesse. Marjesse Tol Beukers is in het dagelijks leven operatieassistente en moeder van een groot gezin. Ze heeft een paar jaar geleden het hockey ingeruild voor het golfen. Ja, het is natuurlijk totaal anders. Het is wel, ik bedoel, je slaat een bal. En als hockeyer heb je ook wel een beetje een handicap, omdat je het liefst een bal slaat zoals je een hockeybal slaat. Maar het is natuurlijk een heel ander spelletje. Ik golf nu een jaar of vier. Wat heel hardnekkig is en wat er heel moeilijk uit te krijgen is. Want na iedere bal val ik achterover, terwijl de bedoeling is dat je op je linkerbeen eindigt. Maar dat is het heeft natuurlijk ook wel zo zijn voordeel, want ik maai zelden over de bal heen. Want het balgevoel, dat heb je wel door het hockey ontwikkeld. Ja, lekker. Marjesse heeft een groot gezin met alleen maar mannen. Ze wilde eigenlijk graag een meisje. We hebben 5 kinderen. We hadden 3 jongens. En toen dacht ik stiekem, ja, ik vind een meisje toch misschien ook wel heel leuk. En toen dachten we, maakt niet uit wat het wordt. Nummer 4, als het een meisje of jongen wordt, groot gezin, heel leuk. Maar toen kreeg ik nog een tweeling. En dat waren ook weer 2 jongens. Dus toen hadden we 5 jongens. En toen zei mijn man, en nu is het genoeg. Dus ik heb wel een heel stoer gezin, ja. En nu komen de meisjes vanzelf. De oudste is al 28, dus nu zijn de meisjes ook. Maar het is heel leuk. Ja, mooi bal net. Ja. Ja, haar werk in de OK is een echte passie. Ik zorg ervoor dat alle instrumenten en apparaten voor de operatie aanwezig zijn. En ik assisteer de chirurg of de specialist met operaties. En ik vind het mooiste beroep wat er is. Ik vind het echt een schitterend beroep. Het is heel technisch. Het is doen, handelen, snel schakelen, stap vooruit denken. Van stel dat hij daar een vat raakt, wat moet ik dan in mijn handen hebben? Of wat zou hij dan willen hebben? Welke klem en welke depper? En ook weer, en daar komt het natuurlijk ook weer naar voren, het teamwork. Je werkt in een team. Aan haar hockeytijd in Oosterbeek denkt ze met veel plezier terug.
ja, we leefden zo'n beetje op die hockeyclub. Echt. Het hele weekend zaten we op die hockeyclub. En dat was heel gezellig. Iedereen kende elkaar. En ja, we hadden heel veel plezier. Dat was echt goede herinneringen. Ik moet je zeggen dat ik niet opkeek naar Irene. Want ze was gewoon één van ons. Ze was één van de speelsters. Ik heb het idee dat ik me later pas besefte hoe goed zij was. Maar op het moment dat we met elkaar speelden, we probeerden met elkaar te winnen. En dat deden we op zaterdag met meisjes A en op zondag met dames 1. En dat was wat het was. Dat zij zo goed was, ja, dat achteraf wist ik dat wel. Maar op dat moment heb ik me dat nooit zo gerealiseerd. Oh. Ja. Ja, dat is mooi dat ik haar zo zie. En wat ze ook vertelt over het doen en het handelen. Ja, daar herken ik ook wel van toen. Maar wat ze ook vertelt inderdaad, we hadden hier echt een familieclub. Hè? Het was de betrokkenheid op elkaar. Niemand deed zich meer voor dan dat hij was. En, ja, het was inderdaad een warm nest. En ja, zij was gewoon ook gewoon een goede hockeyster. Dames, hier is jullie oud-clubgenoot. Ja. Jullie ook hoor. Geweldig dat jullie gekomen zijn. Ja, Agnes. Ja, dat is een lijntje. Hi. Goed meis. Je hebt ook filmpjes al gezien. Ja. En maar Jesse. Ja. Niks veranderd. Stom. Ben jij ook niet? Leuk. Ja, echt. Stom. Helemaal leuk je te zien. Stom. Superleuk. Ja. Echt ging knal veranderd. Ja. En dat jullie de moeite hebben genomen om te komen. Echt, ik vind het echt geweldig. Voor jou ook. Dank je wel. Jullie hebben alle namen. Alle namen noemen. Mij ken je nog wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Mark Borst. Okay. En René. Dat was nog niet zo lang geleden, hè? Nee, dat zeggen we niet erbij, hè? Nee. Maar het is heel lang. Marjon. Ja, dag iedereen. Moeder overste. Ja. Gelukkig dat je het nog weet. Ja, en zeker. Ontzettend lang geleden. Ontzettend, denk je. En ik vind het zo leuk om jou weer. Ja, vooral met jou een beetje. Een beetje. Maar wij zijn dit. Ja, maar ook wij zijn wit wel gebleven. Ja. Kern. Dat is wel mooi, hè? Wij zijn wit. Zo, andere oma. Ja, hallo. Hoi zo. Wat leuk om je te zien, hè? Ja, super. Ja. Hè? Ja. Okay, ja, nou, hoor. Nou, ja, onze superback. Geweldig samen met Hanneke. Oh, je eigen zuster. Ja, dat was heerlijk. Ja. Ja. Proost, hè? Proost. Ik vond het geweldig om uiteraard eerst Irene te zien, maar ook om alle anderen weer terug te zien. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat dingen die je vergeten bent weer boven komen drijven. En dat is wel een hele aparte ervaring. Verhalen komen dan weer langzaam naar boven. Het lijkt wel of je af en toe aan Alzheimer lijkt, omdat je denkt, hè, hoe zat het? Ongedwongen weer... Dat je elkaar ziet en je gaat gewoon weer verder zo. Dus ja, dat is leuk. Wat ik heel grappig vind is dat ze ja, toch een hele stoere, trotse houding heeft. En niet trots in een negatieve zin, maar dat ze zo goed onder woorden kan brengen wat haar ervaringen zijn en hoe ze zich daarbij gevoeld heeft. Het is bijna 40 jaar geleden, dus iedereen... Ja, het is wel leuk om iedereen weer te zien. Dat vind ik wel grappig, want ik ken haar natuurlijk alleen maar als heel jong meisje. En toen was ze nog echt niet zo, niet zo goed met woorden als ze nu is, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk, in de pit is Irene niet veranderd. Hij is altijd heel open en heel vrolijk en altijd in voor een lolletje. En soms ook heel serieus. Irene, deze foto, 40 jaar later, gaan we opnieuw maken op het veld. Ja. Als jij iedereen even meeneemt, dan ga ik zeker en ze even een beetje neerzet zoals ze daar ook op stonden. Degenen die er niet bij staan, die voegen we gewoon toe. Ik neem ze wel mee. Ik ben boerin. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3, komt-ie! Eugene.
tot zover dit bijzondere dameshockeyteam uit Oosterbeek uit de jaren 70. 40 jaar later, hoe mooi is dat? Volgend jaar dan duik ik dus, volgende week, dan duik ik de zaal in. Volgend jaar, dat duurt wel heel lang, Arie. Voor een potje handbal. Namelijk met de handbalcoach Henk Groener van het damesteam. Hij moet zich kwalificeren voor het WK. Dat is volgende week. Eerst weer naar binnen hier om een beetje op te warmen. Tot volgende week. Dag! Does any of this ring a bell?